Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben net terug van het sporten. Zoals je ziet heb ik nog vlechten in en nog wat krul in mijn haar. Ik ga mijn haar zo meteen wassen en ik heb afgelopen tijd wat dingen besteld op AliExpress die te maken hebben met krullen maken zonder warmte. Dus ik ga aankomende tijd verschillende dingetjes testen. Dus bereid je maar voor, er komen een aantal video's online. Vandaag ga ik de eerste testen. En ik heb hem hier, ik ga hem jullie gewoon meteen laten zien. Hij zit in dit hele mooie glamoure zakje met alleen maar een beschrijvingje erbij. Er staan volgens mij geen eens merknamen op of wat dan ook, helemaal niks. Maar deze ga ik dus vandaag testen. Ik ben hier zelf wel heel enthousiast over, omdat ik zelf altijd slaap met een knot. Dus ik denk dat dit nog best lekker ligt. De andere dingen die ik heb gekocht komen aankomende weken online. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet heel erg naar uitkijk. Want ik ben bang voor een beetje slechte nachtrust. Maar goed, we gaan het zien. Wie weet verbaast het me. Maar deze maak ik me in ieder geval geen zorgen om. Ja, ik ben benieuwd of die gewoon werkt. Dat is het meer eigenlijk. Want slapen zal goed gaan. Ik ga hem er even uithalen. Ik zal trouwens eerst even hier laten zien hoe het er op AliExpress uitzag allemaal. Dit is het product. En ik voel al meteen dat hier zo een haardonut in zit. Zo voelt het, zeg maar. Dat spul zit erin. En hier zit een scrunchie. Wat de bedoeling is, is dat je je haar er doorheen haalt. Volgens mij stond er een videootje op. Die zal ik ook even plaatsen. Je moet je haar er doorheen halen, eromheen draaien. En met die scrunchie zetten we het dan zo vast. Dus ik ben heel benieuwd of dat goed blijft zitten. En ik ben ook benieuwd hoeveel krul het geeft. Ik zag in de video dat er amper krul was, maar ze deed het in volledig droog haar en volgens mij ook geen product erin. Dus dat werkt allemaal niet heel lekker mee. Wat ik ga doen, ik ga mijn haar wassen. We gaan heel even naar buiten zo, dus ik laat een beetje aan de lucht drogen. Dan sta ik niet zo heel lang te feunen. Maar ik laat het bijna droog worden, dus zeg maar, zullen we zeggen, 95%. En daar ga ik ook versteviging in doen en dat soort dingetjes. Want ik wil er, ja, ik wil gewoon een zo goed mogelijk resultaat. Ik moet morgen werken, dus ik wil ook niet de salon in met heel erg uitgezakt pluizig haar. Het is wel fijn dat er een beetje een slagje in zit, dat het een beetje glanzend is, een beetje glamorous is. Dus ik hoop dat dat lukt. Dus ik ga hem dus aanbrengen in 95% droog haar. Let erop dat je het niet in nat haar doet. Ten eerste duurt het dan veel te lang om het droog te krijgen. En de kans is er dat het de volgende dag nog een beetje vochtig is. Zeker als je het er strak omheen draait, dan blijft dat binnenste een beetje vochtig. Ja, en met het minst geringste vocht zakt het gewoon weer uit. We gaan het dus testen. Ik ga mijn haar wassen. Ik ga nog even naar buiten. Maar voor jullie is dat maar een seconde. Want als ik zo meteen in mijn vingers knip, ben ik weer terug. En dan gaan we hem in doen. Nou, zoals je ziet is mijn haar inmiddels gewassen. Ik heb het gewoon laten drogen. Er zit wat golf in, dus ik ben heel benieuwd of die morgen nog zichtbaar zijn. Ik ga mijn haar uitborstelen en dan gaan we het proberen. Ik heb als versteviging trouwens wat lak. Ik heb helaas geen volumespray of wat dan ook in huis. Ik vind zelf die van Maria Nila heel erg fijn. Maar vandaag gebruik ik dus een keertje haarlak. Dus ik hoop dat dat werkt. Aan het indoen, maar ik heb het gevoel dat ik meer kracht moet zetten of zo. Ik weet niet. Ik ga het even overnieuw dan.
Zo ziet heb ik hem er weer uit. Ik heb het idee dat ik hem gewoon echt super glad door me heen moet doen en op spanning moet krijgen. En op een of andere manier is die eerste slag iedere keer een beetje losjes of zo. En ik heb het idee dat dat gewoon niet werkt. Hij moet gewoon strak zijn. Ik krijg lamme armen inmiddels. Oh, misschien had ik dit niet na het sporten moeten doen. Ik ben er helemaal verzuurd. Maar goed, ik ga dus een nieuwe poging wagen. Want ik heb het idee dat dit net niet helemaal werkt zoals het moet. Ik denk dat ik hem echt net als bij een krultang, weet je wel, glad en strak eromheen moet doen. Hoe sterker die natuurlijk de naden in zit. En ik hoop ook dat hij een beetje dat slagje, wat ik dus van mezelf heb, een beetje eruit haalt. Die knikjes, zeg maar, die bijvoorbeeld hier zitten. Ik heb het idee dat ik dat echt wel even met kracht moet doen. Dus we gaan voor poging nummer 3. Ik hoop dat het werkt. Dus als je ziet heb ik hem nu een beetje verdeeld over die donut. En ik heb een lak in gedaan. Deze viel eruit, maar die is vrij kort. Kijk, want als die erin gaat, dan kan die net een half slagje. Daar heb ik wel een trucje voor. Dus ik ga jullie even laten zien hoe je toch volume kan geven aan die voorste pluk. En daarvoor heb ik even een paar schuifspeldjes nodig. Zo terug. Nou, ik pak die pluk. En die doe ik om mijn handen heen. Een paar keer, zo. En dan steek ik er een speldje hier de ene kant in. En een speldje via de andere kant. En ik kruis ze. Dus als het ware maak ik een x'je van de speldjes. Dan zitten ze echt goed vast en dan blijven ze zitten. Oké, dan heb je dus een beetje vanaf de zijkant zoiets. En dat zorgt ervoor dat hij morgen toch volume heeft en een slagje heeft. Nou ja, nu zit er niet heel veel anders op dan nog een heel klein beetje lak. En dan is het tijd om vannacht gewoon te gaan slapen. En dan ben ik heel benieuwd morgenochtend. Dus ik zie jullie morgenochtend. Nou, het is inmiddels de volgende dag zoals je ziet en ik ga het er allemaal uithalen. Ik ben heel benieuwd. Het zat lekker. Ik heb hem nog wel een keertje overgedaan omdat hij iets te slap zat. Maar ik had het idee dat ik die scrunchie er niet goed omheen had gedaan. Dat heb ik later wel gedaan en ik moet zeggen, het lag lekker. Maar ik slaap altijd met een knop, dus niks nieuws eigenlijk. En ja, zoals je ziet zit hij ook wel aardig stevig. Dus ik ben benieuwd wat het resultaat gaat zijn. Nou, ik heb hem nu dus helemaal losgehaald. Ik vind het qua volume echt super gaaf. Ik vind het er heel leuk uitzien. Maar wat ik wel zag, en ik weet niet of jij het net ook zag in de snelheid, is dat er hier en daar wat knikken zitten. Dat vind ik echt heel jammer en dat heb ik hier ook.
Je voelt die een beetje frissy als het ware. Dus ik heb die puntjes een beetje gevouwen schijnbaar. Kijk, het blijft ook zo staan, zie je. Dus meestal een teken dat het of net niet helemaal goed is glad getrokken. Of misschien toch een beetje, ja. Misschien ligt het aan mij. Misschien heb ik het te rommelig vastgedraaid of wat dan ook. Had ik dat beter moeten doen of iets beter uitkammen. Maar het effect is super tof. Ik heb echt van zo'n bos big hair. Ik hou ervan. Ik vind dat echt heel mooi. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Zoals ik aan het begin zei, komen er nog verschillende tools online aankomende weken. En dan zie ik jullie heel graag bij een volgende video. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En ik zie jullie volgende keer weer.